Goedenavond leerlingen, ouders en verzorgers. Welkom bij het online open huis van Twents Carmel College locatie Losser. Vanwege de coronamaatregelen moeten we het op deze unieke manier doen. En hebben we voor jullie een film gemaakt waarin je toch een beetje een indruk krijgt hoe een open huis er normaal uitziet. Ik ga naar binnen, het is koud, het is regent. Ik zie jullie zo. En ik ben Amani en wij willen jullie welkom heten bij de online rondleiding van Twents Carmel College Losser. Deze rondleiding is speciaal voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders. Zoals jullie kunnen zien zitten wij op de fiets. Net zoals vele leerlingen hier. Die komen uit Enschede, Overdinkel, Glanen en Glanenbrug. Onze school is niet heel erg groot, maar wel erg gezellig. Het ziet er nieuw uit en er zijn moderne klaslokalen, goede ventilatie en er is altijd een prima temperatuur. We willen jullie graag meer laten zien van onze leuke school. Gaan jullie mee? Dit is het kantoor van onze directeur, mevrouw Vos. Zij heeft ervoor gezorgd dat wij een gloednieuwe school hebben en een superleuk leraar gaat zien. Dag mevrouw Vos, wilt u iets zeggen tegen de groep 8 leerlingen en hun ouders? Hey, hallo Mees en Amani. Wat leuk dat jullie een rondleiding gaan geven op onze school. En wat fijn dat ik ook de mogelijkheid krijg om de groep 8 leerlingen en hun ouders welkom te heten. Laat ik dat dan ook maar gaan doen. Beste leerlingen groep 8 en jullie ouders, van harte welkom op dit moment online. Want nadat wij de voorlichtingsavonden al online hebben moeten doen, ziet dat er ook zo uit dat het voor ons open huis is. En dat is heel erg jammer, want we hadden heel graag jullie en u onze sfeer op de school laten proeven. Want dat is belangrijk, dat jullie zelf kunnen merken hoe het hier op school eraan toe gaat. En Mees en Amani gaan jullie meenemen. Ze gaan een aantal collega's langs om te vragen hoe wij het hier doen op school. En zo krijgt u hopelijk een beeld van hoe het hier op school eraan toe gaat. En toch een beetje een indruk van de sfeer. Ik wens jullie veel plezier daarbij. Kijk daar, meneer Brugman, de Engelsdocent. Laten we gaan kijken. Hello, Mr. Bridgman. Can you tell us something about English? Of course, come in. In deze les praten we zoveel mogelijk Engels. En we werken met boeken, maar ook heel veel online. Het voordeel daarvan is dat we je heel goed kunnen helpen als je het moeilijk vindt, maar je ook kunnen helpen als je het wat makkelijker vindt door extra uitdaging te bieden. Je leert best veel nieuwe woordjes en zinnetjes. En de uitspraak en de grammatica is best moeilijk. Maar in flexuren kun je extra Engels krijgen. Ik heb op de basisschool best veel Engels gehad, waardoor ik het leren niet zo moeilijk vind. Maar sommige teksten zijn best lastig. Pas geleden moesten we een vlog maken. Dat was best leuk. Thank you very much. Bye. Doei. Nou, dit is mevrouw Woldering. Hey Amani, leuk dat je even komt kijken bij Beeldende Vorming. Wat voor vak is Beeldende Vorming eigenlijk? Beeldende Vorming is een creatief praktijkvak. En met een praktijkvak bedoelen we dat je echt aan het doen bent. Dus je bent met je handen bezig. Soms hebben we tekenopdrachten. Dan ga je bijvoorbeeld een superheld ontwerpen. Of we hebben een handvaardigheidsopdracht. En misschien is het leuk om eventjes te kijken waar ze mee bezig zijn. Jinte, zou jij misschien eens willen vertellen waar jullie mee bezig zijn? Ja. Wij zijn bezig met het ontwerpen en maken van boomhutten van takken die we in het bos hebben gevonden en restout. Nou, super bedankt mevrouw Wolderink en wij gaan weer verder. Oh, daar zijn mensen. Zullen we gaan kijken bij VMBO-B? Ja, is goed. Hoi meneer Diepenbroek, mogen we even binnenkomen? Ha, Amani, kom erin. Welkom in ons BBL-lokaal. Onze BBL-leerlingen werken allereerst in een kleine klas. Met ongeveer 16, 17 leerlingen gemiddeld zitten ze bij ons in de klas. En iedere maandagochtend krijgen ze bij ons een weekplanner. Op die planner staat alles wat ze deze week moeten afronden, moeten leren. Ook de toetsen staan erop vermeld. En hebben ze iedere dag een verwerkingsuur waarin ze kunnen werken aan de weekplanner. Bovendien hebben we een kernteam, een docententeam, een kernteam. Dat wil zeggen dat we docenten hebben die meerdere vakken geven. En zo komen onze leerlingen niet met 13, maar met 8 of 9 docenten in aanraking.
We hebben ook een aangepast rooster voor onze BBL-leerlingen, zodat we meer de theorievakken op de ochtend hebben en op de middag de creatieve vakken en ook gym. Dat is een beetje in de notendop wat wij doen in de BBL. Is het genoeg voor jou, Amani? Jazeker, dank u wel. Kom, we gaan naar het volgende lokaal. Hallo mevrouw Van Anne, kunt u ons iets vertellen over VWO Extra? VWO Extra is een programma wat we hier op school aanbieden aan leerlingen die wat extra uitdaging aankunnen. En naast het gewone vakkenprogramma wat ze dan volgen, krijgen ze ook de vakken onderzoek en filosofie. Wat is onderzoek? Onderzoek is een ander vak dan andere vakken. Je werkt bijvoorbeeld niet met een lesboek, maar je werkt alleen in korte projectjes. Een van die projecten is het jeugdjournaal of het pitchen van jouw fantasiedier. Bij onderzoek ga je aan de slag met het maken van een mindmap. Je leert hoofd- en deelvragen formuleren, maar je leert jezelf ook presenteren. En dat zijn allemaal vaardigheden waar je ook bij andere vakken echt wat aan hebt. Oftewel, onderzoek is super afwisselend en echt een aanrader. Bedankt voor de toelichting. Op naar het volgende lokaal. Goedemorgen Amani. Vertel. Kunt u misschien vertellen wat het OLC inhoudt? Dat kan ik. Het OLC staat voor Open Leercentrum. Dat is een ruimte waar iedere leerling welkom is. En waar ook iedere dag een onderwijsassistent aanwezig is. Waar leerlingen kunnen werken, studeren, huiswerk kunnen maken. Wij hebben ook dat klassen hier online komen. In verband met coronatijd nu. Dat ze dus gebruik gaan maken van hun laptops en dat werkt prima. Wat wij ook hebben is dat leerlingen met allerlei verschillende soorten vragen bij ons komen. En wij willen dan heel graag een luisterend oor bieden. Dan gaan wij naar het volgende lokaal. Hallo mevrouw Botema, mogen we binnenkomen? Ja hoor, kom binnen. We zijn net een practicum aan het doen. Veiligheid is belangrijk. Dus, jas aan en bril op. Bij natuur- en scheikunde zoeken we naar verklaringen voor dingen die je om je heen ziet gebeuren. Zo leer je bijvoorbeeld hoe je een brander aansteekt. Ze zijn bezig met de zangproef. Hallo meneer Bruit, kunnen we u even storen? Binnen ons fantastische vak muziek hier op school bieden wij de leerlingen een heel breed programma aan. En één van die onderdelen is bijvoorbeeld praktisch bezig zijn in de vorm van drums, keyboard spelen, uiteraard een stukje theorie. Maar ook een belangrijk onderdeel is het zanggedeelte, waarbij kinderen zich op een positieve manier kunnen ontwikkelen qua zelfvertrouwen, naar elkaar luisteren en elkaar vooral ook accepteren. Dat vinden wij heel belangrijk. Hallo meneer Lever. Hallo Mees en Amani, welkom bij Biologie en Gezondheid. Bij Biologie en Gezondheid leer je veel over mensen en dieren. In het eerste jaar gaan we vooral kijken naar alles wat met biologie te maken heeft met planten en dieren. En in het tweede leerjaar gaan wij vooral bezig met het menselijk lichaam. Dan gaan we bij biologie natuurlijk niet alleen maar dom uit het boek werken. We gaan natuurlijk ook hele gave dingen doen, zoals bijvoorbeeld practica. Kijk maar even mee. Bij de practica leer je natuurlijk hoe je moet vergroten met de microscoop. En je leert daar ook allerlei tekeningen van maken. Want als je tekeningen maakt, dan leer je goed kijken. Laura en Finn, kunnen jullie laten zien hoe je met de microscoop moet werken? Wij bekijken net een insectenpoot onder de microscoop. Ja, en daar maken we dan weer een tekening bij. Hallo mevrouw Luttekhuis, kunt u ons iets vertellen over de leerlingbegeleiding? Hi Mees. Ja, natuurlijk kan ik je iets vertellen over de leerlingbegeleiding. Alleen we noemen het hier ondersteuningsteam. En in het ondersteuningsteam hebben wij een orthopedagoog, een maatschappelijk werkster. We hebben twee leerlingbegeleiders en we hebben een begeleider passend onderwijs. En die personen zorgen er allemaal voor dat de leerlingen bij ons op school de juiste zorg krijgen. Je hebt de mentor, dat is je eerste aanspreekpunt als je zelf iets hebt. En als het dan wat moeilijker wordt, dan gaat de mentor contact zoeken met ons. En dan gaan wij als ondersteuningsteam proberen om jullie te helpen. Dankjewel. Kom mee, we gaan door naar het volgende lokaal. Hallo meneer Ak, kunt u misschien wat vertellen over het vak LO?
Ja, tuurlijk kan ik dat. Binnen het vak LO, wat staat voor lichamelijke opvoeding, hebben we aandacht voor elk kind op elk niveau. Ik vind het heel belangrijk dat leerlingen plezier hebben in bewegen. We hebben daarnaast binnenonderdelen en buitenonderdelen. De binnenonderdelen zijn die bij ons in de sporthal De Fakkel. Het is een nieuwe sporthal met hele fantastische futuristische onderdelen ertussen. Daarnaast hebben wij ook het vak LO2. Het staat voor lichamelijke opvoeding 2. Dat is een examenvak. Leerlingen krijgen in klas 2 nog wel meer informatie daarover. Naast LO2 hebben we ook een schoolsporttoernooi, Olympic Moves. Dat is het grootste schoolsporttoernooi van Nederland. Zowel met handbal en voetbal doen we daar elk jaar aan mee. En 2 jaar geleden zijn we met voetbal zelfs Nederlands kampioen geworden. Dus daar zijn wij als lossen wel erg trots op. Hallo meneer De Bruin, we zijn bijna klaar met onze rondleiding en we wouden nog even bij u langs als onze nieuwe adjunct-directeur. De leerlingen en ouders zullen we ook zien bij de oude avonden en voorlichtingen, toch? Jazeker. Ja, ik kijk ernaar uit om heel veel nieuwe leerlingen en hun ouders te verwelkomen. Ik onderhoud ook het contact met de basisscholen omtrent zaken die te maken hebben met de aanmeldingen en met de plaatsing. En ik heb natuurlijk veel contact met de andere Carmelscholen als onze leerlingen doorgaan na het tweede jaar en daar hun opleiding vervolgen. Ik kan me voorstellen dat er nog vragen zijn naar aanleiding van ons filmpje. En in dat geval kunt u mailen of bellen met de school. Beste leerlingen en ouders, bedankt voor het kijken en hopelijk tot volgend jaar. Doei! Zo, nou hier is het wat warmer gelukkig dan buiten. Ik heb gelukkig nog even een tijd gehad om naar binnen te lopen. Dames en heren, leerlingen, ouders, verzorgers, welkom bij dit online open huis van het Twents Carmel College locatie Losser. Het is natuurlijk een wat ander open huis dan dat je gewend bent of omdat dat je eigenlijk zou willen. Want normaal zou je hier natuurlijk naar school komen en zou je lekker door de hele school heen lopen en zou je kennis maken met je leerkrachten, met de andere leerlingen. En dat kan natuurlijk op dit moment helaas niet. En ik hoef jullie denk ik niet uit te leggen waarom dat op dit moment niet kan. Desondanks hopen we dat we jullie toch een inkijkje kunnen geven, ja, van de school en hoe het er hier aan toe gaat binnen deze school. In ieder geval fijn dat je kijkt. Voordat ik begin met mijn planning, heb ik nog iets heel leuks weg te geven. Ik heb namelijk een superleuke goodie bag. Ik zal hem er even bij pakken. En er zitten allemaal hele leuke artikelen in. En die artikelen die kun je dus nodig hebben op school. Er zit een goed gevulde etui in. Er zit een waterfles in. En als je die graag wilt winnen, dan kan dat op de volgende manier. Je kunt namelijk even een WhatsAppje sturen naar het nummer wat onder in beeld komt. Dat is 06-829-74447. Stuur dan eventjes ik doe mee met je voor- en achternaam. En dan komt die bij onze moderator Patricia terecht. Patricia die krijgt alle berichten vandaag binnen. Super fijn, fijn dat je er bent. Aan het einde van de uitzending zal ik de winnaar of de winnares bekendmaken. Dus ja, niet geschoten is altijd mis, zeg ik altijd. Dus ik doe mee en je voor- en achternaam. Goed, dan zal ik eerst even de planning met jullie doornemen van vanavond. Want er staat nogal wat te gebeuren. We hebben net natuurlijk al gekeken naar een heel mooi filmpje waarin je al kennis hebt kunnen maken met de school, met vakken. En straks zullen wij daar nog even met de gasten aan tafel nog verder en dieper op ingaan. Die zal ik straks ook even aan jullie voorstellen natuurlijk. En ik kan mij zo voorstellen dat je tijdens deze livestream toch nog vragen hebt. En die mag je dus ook stellen naar hetzelfde WhatsApp-nummer als ik je net heb voorgelezen. En die komen dan weer bij Patricia terecht. En die zal jullie vragen persoonlijk beantwoorden. En mocht je nou vragen hebben voor de voorzitter van de ouderraad, dus als je ouder bent en je hebt daar vragen over, dan kan het ook naar dat nummer. En dan mag je eventjes in het bericht zetten dat je het wilt stellen aan Tanja. Tanja Wolthuis is de voorzitter van de ouderraad. Patricia overigens is de coördinator van de onderbouw. Dus heb je vragen, stel ze in deze livestream. Lekker via WhatsApp, lekker makkelijk. En dan krijg je persoonlijk antwoord. Tot slot kan ik mij zo voorstellen dat je na de uitzending denkt, nou, er zijn wat onderwerpen waar ik eigenlijk nog wat vragen over heb of wat meer informatie over wil hebben. Nou, dan ben je hier aan het goede adres, want daar hebben wij dus breakout-sessies voor in het leven geroepen. Ik ga straks nog even vertellen hoe die breakout-sessie
sessies eruit zien. Maar dan ga ik straks dus allemaal nog vertellen hoe je daar komt en wat je er allemaal kunt vinden. Daar zal ik straks even nog verder op ingaan. En dan wil ik eigenlijk beginnen met het meest belangrijke van vanavond. Dat zijn mijn gasten aan mijn tafel. En dan begin ik even aan mijn rechterkant. Ellen Vos, directeur van de locatie. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. En dan heb ik aan mijn linkerzijde heb ik Amber... Zegt het goed? Ja. Amber Riesewijk, ja, sorry. Al die namen. Leerlingen van klas 1HV1, ja, toch? Klopt. En Tom Gevers, ja, je hebt een heel lijstje wat je doet. Je bent teacher, leader, mentor, docent Nederlands. Heel mondvol. Welkom. En dan hebben we dus nog de moderator Patricia en nog onze voorzitter van de Oude Raad, Tanja. Leuk dat jullie er zijn. Ik hoop dat we de mensen thuis kunnen informeren. In ieder geval genoeg informatie kunnen geven waar ze wat aan hebben. En Amber, ik begin eigenlijk gelijk bij jou. Want weet je, jij bent een leerling hier van school en er zitten natuurlijk heel veel leerlingen nu te kijken. En die zitten allemaal in groep 8 en gaan straks allemaal die overstap maken naar de eerste. En ik kan mij zo voorstellen dat dat best wel heel spannend kan zijn. Kun jij vertellen hoe jij die overstap hebt ervaren van de basisschool naar het voortgezet? Nou, voor mijzelf vond ik het best wel makkelijk. Nou, het kan ook aan mij liggen, maar je hoeft het eigenlijk helemaal niet spannend te vinden. Want ja, ze gaan je natuurlijk ook gewoon kennis maken met school en alles. Dus ja, je krijgt ook te zien met wie je in de klas zit. Dus dat is ook fijn. En ik vond zelf, vind ik de middelbare school, nu ik weet hoe de middelbare school is, vind ik de middelbare school eigenlijk veel leuker dan de basisschool. Maar dat is natuurlijk voor iedereen anders. Ja, precies. Maar wel fijn dat jij die overstap in ieder geval heel prettig hebt ervaren, ja, toch? Ja, precies. Dat is wel heel fijn. En Ellen, ik kan me zo voorstellen, kijk, in Amber's geval is het heel goed gegaan. Er zijn natuurlijk ook heel veel leerlingen die het misschien wel heel spannend vinden. Wat doen jullie vanuit school om die overstap makkelijk te maken en fijn te maken? Ja. Ja, mooie vraag. Amber gaf al één deel aan. We laten de leerlingen heel graag al voor de tijd kennis maken met onze school. En dat doen we door workshops aan te bieden en proeflessen bijvoorbeeld. Ja, dat is dit jaar natuurlijk wel gedeeltelijk wat lastig gegaan, hè, waarom we nu ook online zijn. En als ze eenmaal voor onze school gekozen hebben, zorgen we er ook voor dat ze voor de vakantie al een keer geweest zijn, zodat het na de vakantie wat makkelijker gaat. Voor degenen die dat moeilijk vinden. En na de vakantie hebben we ook meteen een flink introductieprogramma, waarin er heel veel tijd besteed wordt aan het kennismaken met elkaar, je snel prettig voelen, contact met je mentor. En zo hopen we dat de leerling zich snel thuis voelt op onze school, want dat vinden we belangrijk. En wat we met de basisschool ook doen, is we hebben een overdracht waarin we leerlingen van de ene locatie dus naar onze school gaan overdragen. En we zorgen ook dat we inhoudelijke lijnen hebben die doorlopen, zodat de leerling zo min mogelijk als een knip ervaart deze overstap. Ja. Dus voor jullie is de sfeer ook heel belangrijk, begrijp ja. ik, hè? Ja. En Amber, heb jij die sfeer ook als prettig ervaren hier op school? Ja, zeker. Ik heb ook zelf met mijn mentor kennis mogen maken. En ik vond dat zelf eigenlijk best wel fijn. Want dan leer je ook eigenlijk de kinderen in je klas wat kennen. Dus dat vond ik heel erg fijn. Ja, nou, dat is mooi om te horen. Tom, even een vraag voor jou. Ik weet nog, toen ik op de middelbare zat, dat ik ineens heel erg moest wennen aan het feit dat mijn dag er zo anders uitzag. Weet je, normaal zat je in één lokaal, had je één leerkracht en dat was het dan, zeg maar. En nu, straks gaat het natuurlijk voor de leerlingen die kijken heel anders uitzien. Kun jij vertellen in grote lijnen hoe zo'n dag eruit ziet voor een leerling? Ik ben het wel met je eens dat de dagen er wel echt heel anders uitzien. Basisschoolleerlingen zijn gewend om van 8:30 tot, nou ja, tegenwoordig 2:00, 2:30... met één en dezelfde leerkracht in een lokaal te zitten en in hetzelfde lokaal. Dat is hier natuurlijk anders. Ze hebben hier allemaal verschillende vakken, verschillende docenten. De lessen beginnen hier om 8:15. Dus dat is al iets anders. Meestal tot 3:00 maximaal. Dus je bent wel op tijd vrij. We hebben 2 keer pauze. 1 keer om 10:30, die is 20 minuten. En daarna nog een keer rond 12:30, die is 25 minuten. We proberen zo min mogelijk tussenuren in te plannen. Dus dat de dagen zo goed mogelijk gevuld zijn. Ja, en je krijgt dus te maken met heel veel verschillende docenten. Dus dat is wel anders. Anders, ja. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, we hebben hier wel een docententeam die laat zich direct ook heel erg thuis voelen. Als je de weg niet weet en als je niet goed weet waar je naartoe moet.
We leren het allemaal, nou ja, en binnen de kortste keren weet je precies waar je naartoe moet. Je leert natuurlijk ook veel nieuwe leerlingen kennen. Behalve je klasgenoten zit je hier in deze ruimte, zit je over het algemeen pauze te houden. Ja, en dan zie je eigenlijk iedereen en iedereen kent elkaar. Dus ja, ze helpen elkaar hier eigenlijk wel de weg vinden. Dus ondanks dat het anders is, went het wel heel erg snel. Ja, dat is wel fijn. Want wat ik begrijp is dat jullie doen ook echt wel heel veel voor de leerlingen. En jullie aanbod is ook best wel breed. Wat als je even in het hoofd van een leerling zou kruipen, wat zou jij als leerling dan het meest waarderen aan het aanbod wat jullie bieden? Nou, ik zou het zelf als leerling heel erg mooi vinden wat wij aanbieden in de talentflexuren. Daar bieden we naast de normale vakken, zoals Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis, bieden we allerlei modules aan, extra stof van vakken die normaal gesproken niet in de les gedaan worden. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan extra gym of extra beeldende vorming of techniek. Maar ook dingen als bijvoorbeeld het maken van een eigen webshop. Nou, dat zou ik als leerling wel heel erg leuk vinden om daaruit te kunnen kiezen. Ja. Wat ik daarnaast heel erg fijn zou vinden als leerling is dat ik ook ruimte heb om extra ondersteuning te krijgen. Wij bieden ook in het rooster de ruimte om zelf te kiezen voor extra ondersteuning voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. Ja, en wat verder heel fijn is dat je als VMBO-leerling hier ook een extra vak kunt volgen voor je diploma gaat halen. Dus nou ja, dat geeft toch echt een fatsoenlijk diploma richting het MBO of richting de HAVO. Ja. En nou ja, wat ook wel heel erg belangrijk is, helemaal in deze tijd, is dat je als leerling nou ja, ook echt goed ontwikkeld en klaar bent voor de maatschappij die gaat komen. Nou, en daar hebben we een mentor voor die je daarbij gaat helpen. Die met jou in gesprek gaat, doelen gaat stellen, gaat kijken wat je allemaal wil bereiken. Ja, en dan gaat er iets heel moois gebeuren. Waardoor je als leerling echt ja, een hele mooie groei doormaakt hier. Ja, echt een beetje opbloeit dus. Ja, precies. Ja, wel mooi. Heb jij er nog aanvulling op, Amber? Ja, ik vind zeker dat de talenturen en de extra vakuren, dat het wel zeker handig is voor mensen die een vak niet zo goed kunnen. Dus dat is zeker fijn. En de docenten zijn aardig. En wat ik ervaar, er wordt weinig gepest. Dus maar dat is dat ook is, wel heel fijn, hè? Ja. Denk ik ook voor de mensen, in ieder geval voor de leerlingen thuis en ook voor de ouders natuurlijk, best wel fijn om te horen dat in ieder geval niet heel veel voorkomt. Ja, klopt. Toch? Ja. Nou, mooi. Tom, er zijn natuurlijk heel veel soorten leerlingen hier op school. Weet je, de een heeft wat meer behoefte daaraan. De ene heeft wat meer behoefte aan wat meer individuele aandacht. Aan wat grotere groepen, kleinere groepen. Je hebt natuurlijk zoveel verschillende ja, soorten van leerlingen. Hoe richten jullie die klassen in? Hoe ziet dat eruit? Nou, wat we vooropstellen is dat de leerling op de goede plek terechtkomt. Dus nou ja, we proberen echt te kijken naar het schooladvies onder andere. Want nou ja, we kunnen zomaar iets gaan zeggen, maar op de basisschool hebben ze natuurlijk de meeste kennis en ervaringen met de leerlingen. Dus dat nemen we ook zeker heel erg serieus. Het is heel moeilijk om te zeggen hoe uiteindelijk die klassen er allemaal uit gaan zien. We kijken naar het aantal aanmeldingen en dan wordt uiteindelijk de leerling op de goede plek geplaatst en dan komt daar een samenstelling uit. We proberen echt om zoveel mogelijk niveaus te bedienen. Zo ook bijvoorbeeld de TH-klas, die hebben al een aantal jaren hier op de locatie. En daar kiezen ook heel veel leerlingen voor om daar onderwijs in te genieten. En wat we echt als uitgangspunt hebben, is dat we samen met de basisschool bij de intake kijken. Wat is nou het beste voor deze leerling? En dat de leerling op de goede plek terechtkomt. Zodat hij echt onderwijs krijgt op het niveau van hem of haar. Ja, mooi. Dat is denk ik ook wel fijn voor de mensen thuis om te horen. Dat er gewoon heel goed naar gekeken wordt. Ja. En Ellen, hoe lang blijven de leerlingen hier op school? En dat verschilt. Ja? Als een leerling uiteindelijk, wat Tom vertelde, op zijn goede plek zit en hij gaat GTL doen, de gemengde theoretische leerweg, dan kan hij dat bij ons op school afmaken, dus 4 jaar lang. Maar als een leerling BBL of KBL gaat doen, en ik ga er even van uit dat de afkortingen die ik nu gebruik zo wel bekend zijn, ja, bij de groep 8 leerlingen en de ouders, omdat ze daar natuurlijk ook in de advisering wat over horen. Maar BBL en KBL leerlingen die gaan na 2 jaar naar de Potskampstraat in de Oldenzaal. En de leerlingen die HAVO of VWO verder gaan volgen in leerjaar 3 gaan naar de Lyceumstraat in Oldenzaal. En dat betekent dus dat wij meer leerlingen in de onderbouw hebben dan in de bovenbouw. Maar we zorgen samen met die 2 locaties, Potskampstraat en Lyceumstraat, ervoor dat de leerling ja, geen knip ervaart. Dat die lijnen, net zoals vanaf het basisonderwijs, ja, mooi doorlopen. En dat zij natuurlijk naar een nieuwe locatie gaan. Maar ook dat bereiden we weer voor. Dat ze dan een keertje kunnen kijken, op het open huis kunnen meekijken. En dan gaat dat eigenlijk als vanzelf.
Het is wel heel fijn om te, denk ik, ook om te zien dat je inderdaad die lijn zo mooi door kan trekken. Hè? En dat je toch iedereen ook wel eigenlijk kan bedienen op wat zij nodig hebben. Ja. Dus dat vind ik wel tof om te horen. Ik kan mij voorstellen als dat er ouders en leerlingen thuis zitten, maar ook vooral ouders, die het ook wel een beetje spannend vinden dat hun kinderen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan. Heb jij nog tips? Heb jij nog, wil je nog iets meegeven? Is er iets waar jij trots op bent? Om ze toch nog een beetje misschien gerust te stellen? En er is heel veel gezegd al wat wij doen om voor de leerlingen te zorgen dat het snel een thuis voelt hier. En dat hoop ik dat de ouders ook gerust stelt. Dat het is natuurlijk anders, hè? Op de basisschool kun je wat makkelijker contact hebben met de groep 8 docent. Dat loopt wat makkelijker naar binnen dan in een andere school. Je hebt met meer leerkrachten te maken, dus het werkt anders. Ja. Maar toch, door hoe klein wij zijn en hoe korte lijnen we hebben, zijn we wel in staat om toch die band, weliswaar op een andere manier, maar toch met ouders ook op te bouwen. En vinden we het ook heel belangrijk, als er iets is, dat ze meteen even met ons contact opnemen. Dat gaat dan via de mentor vaak in eerste instantie. Nou, dus dat hoop ik dat ouders geruststelt, als ze het zelf ook een beetje spannend vinden. Ja. En als je dan kijkt naar waar ik dan trots op ben, dan denk ik van ja, wij zijn echt, naast dat wij ons onderwijs goed voor elkaar hebben, proberen we wel telkens te kijken wat de leerling van nu nodig heeft straks in hun eigen toekomst. En we behouden wat goed is, maar we proberen wel telkens door te ontwikkelen om het voor de leerlingen zo goed mogelijk te doen, dat zij goed voorbereid op hun toekomst gaan. En nou, dat wil ik ouders ook graag meegeven. Dan ben je hier bij ons echt wel aan het goede adres. Dan hoop ik dat ze een beetje gerustgesteld zijn nu. Dan mijn laatste vraag. En ik vind het de belangrijkste vraag van de avond. Wat zijn nou de leuke activiteiten hier op school? Want ik denk dat vooral leerlingen daar heel erg benieuwd naar zijn. En ik zou het zo graag willen vertellen, want ook daar zijn we heel trots op. Maar je benoemde al de breakout sessies. Een van onze sessies gaat daarover. En ik zou het heel jammer vinden als ik het gras voor mijn collega's voeten wegraai. Dus ik nodig alle ouders uit, ga daar kijken. En dan, dat zou, ja, dat is heel. Nou, over die breakout sessies gesproken. We zijn nu alweer aan het einde gekomen van deze livestream. Het ging ontzettend snel. En we gaan dus nu over op die breakout sessies. En ik zou daar nog even op terugkomen hoe dat nou in zijn werk gaat. Nou, die breakout sessies, die worden onderverdeeld in 3 verschillende sessies. En je kunt 12 verschillende onderwerpen kiezen. Waaronder dus de leuke activiteiten die net genoemd werden, maar ook de talen, praktijkvakken, extra ondersteuning, dyslexie. En je kunt dus straks 1 van die onderwerpen kiezen, maar je kunt er achter elkaar dus 3 verschillende deelnemen eigenlijk. Ze duren ongeveer 15 minuten. Het is ook constant hetzelfde aanbod. Het is dus niet dat het ene keer ander aanbod is dan de andere keer. Dus dat is wel even goed om te weten, denk ik. Nog even een side note. De dyslexie, het onderwerp dyslexie, dat start alleen om 7:45. Dus dat is wel even goed om te weten als je daar graag meer informatie over wilt hebben. Dus in die breakout sessies krijg je meer informatie. Volgens mij is het ook een leuk quizje ergens nog. Er worden echt hele leuke dingen gedaan. Je kunt ook nog daar gewoon je vragen stellen over het onderwerp. Dus dat is wel echt super fijn, denk ik. Nou, hoe kom je daar nou? Wat je straks doet als deze live uitzending klaar is, je klikt deze weg, dan ga je naar ontdek.twentskarmelcollege.nl, naar de homepagina. En dan op die pagina staan dus al die breakout sessies en kun je gewoon achter het linkje, zeg maar, er staat een beetje uitgelegd wat het inhoudt, zeg maar, wat de sessie inhoudt. En dan kun je achter het linkje klikken en dan kom je in die breakout sessie terecht. Dus dat is eigenlijk best wel simpel. Als het klaar is, kun je weer opnieuw ergens aan deelnemen. En dat dus 3 keer over. Dus dat is wel heel makkelijk. Dan nog 1 heel belangrijk ding. Je kunt ook een Instagram route tour door de school volgen. En die wordt gedaan door Amber en Amani, die je net al even in het filmpje zag. Dus dat is live, dus dan kun je ook lekker meekijken met die Instagram live tour. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Nou, voordat ik af ga sluiten, mag ik het, nou, bijna het leukste van de avond nog even doen.
Patricia, wie is de winnaar of winnares geworden van de goodiebag? Nou, ik heb echt heel veel reacties van leerlingen. Ik heb nog niet iedereen een likeje terug kunnen geven. Maar ik zie wel alle namen staan. En degene die gewonnen heeft... Even een tromroffeltje. Ja, even tromroffel. Is Stan Nijmeijer. Gefeliciteerd, Stan. Stan, gefeliciteerd. De goodiebag komt jouw kant op. Je hoeft er niks voor te doen. De school neemt contact met je op. En dan kun je genieten van alle leuke dingen die erin zitten. Gefeliciteerd. Dat was het dan weer voor vandaag. Wil je deze video nog terugkijken? Dan kan dat via het YouTube-kanaal van het Twents Carmel College. Dan kun je hem nog even lekker opnieuw bekijken als je dat zin aan hebt. En dan rest mij eigenlijk niets anders dan mijn gasten te bedanken. Elle bedankt. Graag gedaan. Tom bedankt. Amber bedankt. Patricia bedankt. Tanja bedankt. En Armani, veel plezier straks. Succes met de rondleiding. En dan wens ik jullie thuis nog een hele fijne avond. En hopelijk tot gauw hier op de locatie. En vooral, niet geheel onbelangrijk, blijf gezond. Dankjewel.